Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie zegt dat er leugens zijn verkondigd door een kleine groep werknemers die werkzaam is op haar departement. Deze mensen zijn opgehitst om de top van het ministerie te bekladden. De bewindsvrouw reageerde voor de wekelijkse ministerraad op vragen van onze nieuwsdienst over de zaak waarbij werknemers van de Economische Dienst een petitie hebben ingediend bij vicepresident Ronnie Brunswijk. En het is jammer dat een klein deel van ons personeel zich want ik heb daarna ook gesprekken gehad met de vakbond, dat die door bepaalde groepen in onze samenleving in feite opgehitst worden om onjuistheden ook in de media te delen. En een van de onjuistheden is bijvoorbeeld, wat was aangekaart, dat men niet hun gratificaties toegekend krijgen. Dat is allemaal niet alleen een onjuistheid, het is gewoon een leugen. En ik wil de mensen die andere pogingen hebben, we hebben nu president Santokki, vicepresident Brunswijk, de verkiezingen zijn geweest, de verkiezingen zijn gewonnen. Laat ons daarbij neerleggen. Er is een periode van 5 jaar. Dus dat wil ik alvast voorop stellen. Want dat is dus uiteindelijk gebleken dat een kleine groep in feite opgehitst wordt om onjuistheden te verklaren. Walden zegt verder dat zij juist meewerkt en geen strak beleid voert tegen de groep die recentelijk in de media verscheen. De groep onder leiding van Hendrik Cario Semito en Ileen Cromocario Cross vertelde de vorige week aan journalisten dat de minister niet goed communiceert met het personeel van de Economische Controledienst. Walden stelt dat dit helemaal niet klopt. Wat betreft zaken als overuren, zouden we moeten letten van basis. Als iemand overuren maakt, moet je tenminste geproduceerd hebben. Moet je tenminste 40 uren gewerkt hebben. He, dus dat zijn een paar zaken. Goed, wij hebben met de vakbond afgesproken dat dat afgehandeld wordt en dat proces loopt. Een aantal zaken zijn al afgehandeld en ik heb me ook laten informeren dat de groep duidelijk wel daarover geïnformeerd is. U mag weten dat het niet een vakbondsactie is, omdat de vakbond weet dat wij gewoon onze afspraken nakomen. Het is wel zo dus dat sommige zaken ietsje langer hebben geduurd. Er is natuurlijk het uitbetalen van bepaalde rechten, dat er ook goedkeuring van binnenlandse zaken moet komen en daarna naar financiën. Dus dat proces kan wel meer tijd genomen hebben, maar dat men niet aan hun rechten komt, dat klopt niet. Dus we hebben dat ook met de vakbond en de vakbond vindt het in feite ook kwalijk dat er leugens zijn gerapporteerd aan de media. Walden zegt dat zij niet heeft ervaren dat de handelingen van de groep het werk heeft gestagneerd. De bewindsvrouw zegt dat het overig personeel zelf inziet dat zij meeleeft met haar staf. Walden stelt met een ieder te werken, ook al zijn het mensen die een andere politieke voorkeur hebben dan de huidige regering.